uren nog bereiken. Dus. Maar de vraag is even of... Ja. Hey, goedemorgen Tim. Goedemorgen. Zeg het eens. Ja, de documentaire. Oké. Ben ik klaar voor? Jullie kennen me allemaal als instructeur, hier bij de mediaopleiding. Tevens ben ik hier bij de mediaopleiding studiochef en materiaaluitgifte hou ik me een beetje bij, samen met collega's. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Ik heb hier in de beveiliging gezeten. Heb ik 9 jaar ingezeten. Nou, had ik gewoon genoeg van, ik had er geen zin meer in. Toen kwam er hier een plek vrij waar ik op gesolliciteerd heb. Nou ja, goed, daar ben ik op aangenomen, maar ik moest wel slagen voor de instructeursopleiding. Anders ging het hele verhaal niet door. Dus een jaar lang flink geblokt. Een jaar lang op de Hogeschool Amsterdam gezeten. Iedere vrijdag, zaterdags thuis achter de computer. En alles weer uitwerken. Ik ben ervoor geslaagd en zodoende ben ik hier terecht gekomen. Instructeur, dat houdt een klein beetje in op een gegeven moment het begeleiden van de deelnemers. Dus het assisteren van de docenten. Die geven mij opdrachten, praktijkopdrachten. Nou, en dan probeer ik daar zo goed mogelijk de deelnemers bij te helpen. En het een en ander te vertellen. Waar is die? Ik zou de planning brengen. Ja? Hier, volgende. Leg hem zo neer, breng hem onder spanning. Klaar. Voortinnen. Ja? Deze knip je hier af, dan doe je gewoon opnieuw en dan zet je hem erop. Ja. Ja, maar de rest is wel goed. Ja, nou, de rest is goed. Ja. Ja, lekker. Ja, ik zou hem er zo omheen proberen te krijgen. Hey, goochelaar. Lekker. Ja. Dit is lostinnen. Ik heb vandaag een spuitzak. U heeft ook kleinkinderen. Ja. Hoe is dat precies om kleinkinderen te hebben? Dat is perfect. Dat is zo mooi, daar geniet ik iedere dag weer van. Ieder moment. Maar je hebt ook weer een moment dat ze een dag bij me geweest zijn en ze gaan weer. Dan vind ik het ook weer lekker. Ja? Helemaal goed. Wat vindt u het leukste hier om te doen? Begeleiden of solderen? Eigenlijk vind ik hier begeleiden en het solderen alle twee even leuk. Het is leuk als je de jongens wat bij kunt brengen en dat het resultaat heeft. En dat ze later kunnen zeggen, van, of na de les kunnen zeggen, het was weer top. Wat vind je van deze les? Leuke les, veel praktijk. Dus eigenlijk bijna geen theorie. Het wordt verteld tijdens de praktijk, maar dat houdt het ook interessant. Leer je veel bij Herman? Ja, want ik ben van nature niet heel technisch, ben ik nu nog niet. Maar je merkt wel dat je het leert. Dat je er vooruit in gaat, zeg maar. Ik bedoel, zoals dit, ik zou niet eens weten in eerste instantie wat het inhield. Een kabel, punt. En je weet nu wat de aarde is? Aarde weet ik, ja. Dat is, het zorgt ervoor dat je geen schok krijgt. Dat het geleidt naar de grond. Deze. Ja. Wat vind je van Herman persoonlijk? Sociale man. Ja? Ja. Ik word nu uitgelachen. Nee, ik vind het een sociale man. Praat makkelijk en houdt geen blad voor de mond. Even de mist, jongens. Even snel een peukje roken. Heerlijk zo'n sigaretje, jongens. He? Op z'n tijd. Echt wel. Weet je, als ik even de tijd heb, tussen al mijn drukke werkzaamheden, dan neem ik een sigaretje. En nu wordt er straks heel hard gelachen door collega's. Drukke werkzaamheden. Ja. Maar het maakt wel lekker. Geef een beetje de stress weg. Ik blijf er daar geen last van. Weinig stress, joh. Hè, toch? Ja. Je hebt het namens Sim en dan valt het allemaal wel mee. Ik moet je zeggen, Herman die zit nu... Hoe lang, Herman? 4 jaar. 4 jaar. Ja. Herman zit nu 4 jaar bij ons. Hij wist helemaal niets van media af. Hij heeft ontzettend veel geleerd. Intussen ook zijn papieren gehad als instructeur. En ik moet je zeggen, de laatste 2-3 jaar gaat hij echt als een speer. Dus het is echt een aanvulling voor de afdeling media. Wat vind je van hem persoonlijk? Als je er...
soms heb je wel eens een dag dat je niet zo lekker in je vel zit. En dat heb ik natuurlijk ook wel eens. En dan is Herman altijd wel iemand die er doorheen trekt met een grapje of dat soort dingen. Of als ik in stress zit bijvoorbeeld. Want ik zit ook in landelijk overleg en dan zit je de hele dag dat slappe geneuzel aan te horen. En dan kom je eigenlijk best gefrustreerd terug. Dan weet hij je eigenlijk altijd wel weer op te beuren. Dus als mens en als directe collega. Ja, je zou eigenlijk bijna zeggen, het voelt als een goede vriend voor je. Zingen? Ja, vroeger in het koor gezeten. Maar dat is lang geleden, jongens. Ik schijn een hele mooie stem te hebben. Okay. Heeft u daar nog voorbeelden van wat u hebt gezongen? Nee, niet echt meer. Dat is echt een tijd geleden. Oké. Maar het is een tijdje in een kerkkoor geweest. Toch iets, ja. Misschien wel leuk om te vertellen. Het is een tijdje in een kerkkoor geweest. En hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik was jong. Er zaten hele leuke meisjes op. En vandaar dat ik eigenlijk daar tussen ben gaan staan. Andy, ga maar zingen, joh. Ik ga het zingen. Jawel. Kom jongens, zingen. Zing maar mee. Even de weef. Jouw stem is ook niet goed. Degene die zo klaar is met zijn kabel, die mag zijn werkplek keurig netjes opruimen.